Hallo lieve meisjes en jongens uit onze pastorale regio. Hopelijk is alles goed met jullie, gezond en nog altijd gelukkig. Ik denk dat jullie ook weten dat wij in de voorbereidingsperiode zijn om het paasfeest, de verrijzenis van de Heer, te vieren. En deze voorbereidingsperiode duurt van Aswoensdag tot en met Pasen 40 dagen lang. Dat wil zeggen, vanaf Aswoensdag, toen wij de as ontvangen hebben, zijn wij opgeroepen om gedurende 40 dagen tijd eventjes terug te kijken naar ons leven en proberen een nieuw levensplan op te stellen voor de toekomst. Tijdens deze 14 dagen tijd worden wij ook uitgenodigd om ons te bekeren. Dat wil zeggen, indien wij gisteren ons wes niet gedaan hebben of indien wij als christenen af en toe verkeer gelopen zijn, mogen wij tijdens deze tijd proberen de juiste weg van het evangelie te vinden. Als wij als christenen over bekering spreken, vind ik toch, denken wij aan deze drie vormen van bekering. Een verticale bekering. Het is eigenlijk een moment waarop wij onze relatie met God willen herstellen of verbeteren. Daarom willen wij een beetje meer tijd maken om te bidden en om aan God vergeving te vragen. Een horizontale bekering. Het is een moment waarop wij onze relatie met onze medemensen willen versterken. Dit kunnen wij doen op vele manieren. Maar in deze 14 dagen tijd zijn wij bijzonder uitgenodigd om onze naasten meer lief te hebben, te vergeven en iets te delen met mensen in nood. Om te kunnen delen, zullen wij zelf sober moeten leven. Dat noemt men ook vasten. Vasten is een oefening om bijvoorbeeld minder te eten of te drinken. Maar het essentiële doel is dat wij bereid solidair te zijn met mensen in nood. Dit is heel belangrijk. Bidden, vasten en delen kunnen niet losstaan van elkaar. Naast een verticale en een horizontale bekering zijn wij ook gevraagd om ecologisch te bekeren. In deze 40 dagen kunnen wij meer aandacht besteden aan de natuur of aan het milieu. Dit kunnen wij doen op onze eigen manier, natuurlijk. Maar het is belangrijk dat wij aandacht en eerbied opbrengen voor onze moeder aarde en voor alles wat zij voorbrengt. Bijvoorbeeld, de vermelingen van Hongaren hebben witte tulpen geplant aan de kerk. Iets in die aard kunnen jullie doen, natuurlijk. Het is een klein gebaar, maar het heeft een grote impact. Want als wij een gezonde natuur hebben, dan kunnen wij ook een gezonder leven hebben. Beste vrienden, dat zijn een paar dingen die ik kan delen met jullie in deze 40 dagen tijd. Ik ga jullie niet vragen om veel minder te eten of te gaan biechten, alhoewel dat ook kan. Maar ik zou graag jullie willen uitdagen om iets meer te doen in deze 40 dagen tijd. Ik geef jullie een code 4140. 4. Proberen 4 minuutjes stil te zijn, elke dag. Zonder gsm, zonder internet, zonder boeken. Dan eindig dan deze 4 minuutjes stilte met het gebed Onze Vader. 1. Iets goeds doen voor iemand. Bijvoorbeeld voor ouders, broers, zussen, oma, opa, Peter, meter, vrienden op school of iemand anders. Of het milieu. 40. 40 dagen lang doe je uitdagingen opnemen. Elke dag opnieuw. Daarna is het goed te bespreken met iemand of het meegevallen is of niet. Wie dat wenst, kan deze ervaring ook delen met mij via Instagram of een commentaar schrijven op dit YouTube-account. Dus 4-1-4-0. Zeker doen alsjeblieft, want elke zaak die je voor jezelf doet,
zal ook impact hebben op andere mensen, je samenleving en de natuur. Veel succes! I have decided.